op mensen die gaan fietsen. Ja, dus we houden van je beste mensen. We houden van bovens. Ja, we houden heel veel van bovens. 13.496 fietsers gingen tweede Pinksterdag tussen 5 en 8 uur 's morgens in Bolsward van start voor de Fietselfstedentocht. Iedere 8 minuten vertrok een groep met zo'n 600 fietsers vanaf het stadhuis. Ze werden hierbij uitgeleid door een van de 3 harmonieorkesten en leden van de Bolse Scotsploeg. Na zo'n 200 meter kregen de deelnemers hun eerste stempel en kon men op weg voor 240 kilometer fietsen. Alle fietsers werden direct na hun stempel geteld door vrijwilligers met een handteller. Op die manier weet de organisatie hoeveel fietsers er zijn vertrokken. Harlingen is de eerste van de Friese 11 steden die gepasseerd wordt. Bij deze doorkomst zat de stemming er bij de deelnemers nog goed in. Maar ja, ze moesten nog wel 200 kilometer fietsen. De stichting De Friese Elfstedenrij Wieltocht bestaat dit jaar 101 jaar. Maar dat betekent niet dat het 101 Elfstedentochten zijn gefietst. Sinds 1947 is de tocht der tochten 66 keer verreden. Alleen de tocht van 2001 is in verband met de MKZ-crisis niet doorgegaan. Een beetje leuke rit geweest? Hele leuke rit. Een beetje nat, maar wel prima. Geen wind, dus kon lekker fietsen. Geen lekker banden gehad? Geen lekker banden gehad. Erg moe? Ja. Heel erg moe. Zware ritten. Maar veel regen onderweg gehad? Valt wel mee. Het was gewoon heel erg koud. Vanmorgen heel veel mist. Dus, maar ja. Wat doorknap, hè? Hoe laat bent u vanochtend begonnen? 4:15. Dus dan zijn we met de tweede ploeg gelijk weg. Ja, groep 3 zaten wij. Trots? Hartstikke trots. Ja, echt waar. We staan al 2 uur hier te wachten, dus dan weet je het wel. Ja, het viel mee. Het viel mee. Wel veel regen, maar het viel mee. Ja. Trots? We zijn super trots, ja, absoluut. Moeders ook? Ze is ook heel trots. 9e keer, dus op naar de 10e. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Was hij zwaar? Nou ja, zwaar. Niet zoveel wind als de laatste weken. Maar ja, we regen op het allerlaatste moment. Hè. Ja, en voor mij zelf hebben we jaren mee. Hè. Dus, Mag ik uw leeftijd vragen? 78. Over anderhalf jaar hoop ik 80 te worden. Ongelooflijk.